Hans van den Gaspel. Vaarbewijs halen, is daar vraag naar dan? Ja, ontzettend. Trouwens, het is ook een verplichting. Het is namelijk zo'n schip wat sneller kan, bootje. Als 20 kilometer is een vaarbewijs verplichtig. Jetski, vaarbewijsplichtig. Een scheepje langer dan 15 meter is vaarbewijsplichtig. Daartussen is het niet verplicht, maar gezien het feit dat Nederland niet groter wordt en er veel meer schepen op het water komen, is het raadzaam om de veiligheid in acht te nemen. Die veiligheid die kan je dus in acht nemen door het een en ander nautisch op te slaan en aan de cursus deel te nemen, want het is je eigen veiligheid. Ja, en welke mensen melden zich aan? Van alle plumages. Zij die met een klein speedbootje willen varen. Zij die willen gaan varen op wat geruimer water, maar toch nog niet de kennis van hebben en nemen deel aan de cursus. Bijna, ja. Zij die daar de watersport geroepen willen. En dat zijn veel mensen. Ja. En wanneer start de cursus en wat kost het? Deze cursus die start hedenavond al. Maar er is een instroming van zij die erbij willen komen kunnen gewoon instromen. De cursus bestaat uit 6 lessen. Daarna hebben we nog 6 keer of 5 keer na gelang wat repetitie mogelijkheden te doen. Er is een cd bij waarin je dus vragen kan beantwoorden nadat dat boek uitgelezen is, wat ik dan zelf voorlees en uitleg zoals het behoort. En daarna gaan we trainingen doen en dan mogen ze dus van mij naar examen. Examens die worden afgegeven door de ANWB en de Koninklijke Nederlandse Motorbootclub in samenwerking en die kun je dat doen tussen maandagmorgen 10 uur tot vrijdagavond 4 uur. Ja. Dus dat is iedere dag mogelijk. En wat kost het? De examens die zijn €65, dat is een landelijk bedrag. En deze cursus die is ongeveer €160. Ja. En we zitten nu in de Brink, is de cursus altijd in de Brink dan? Ja, tenminste wij doen hem in de Brink. Een collega en ik, mede omdat wij deel 1 en deel 2 hebben. Ik zelf doe deel 1 met de mensen die pas met het water te maken hebben. Omdat ik ook veel binnenwatergevaren heb, ook zeiler ben. En een tijdje op de veerpont hier te Huus heb gevaren enzovoorts. En zo'n 30 jaar aan het Loveer heb gewoond. Ja. Waar op mijn schip 18 jaar de Wilja. Velen misschien wel bekend wanneer ze over het pontje komen. En daarom vind ik het leuk om binnenwater te geven. Het begin van de cursus. En mijn collega is een kapitein zeevaart. En die gaat dan verder naar de deel 2 voor IJsselmeer en groter water. Waar wat navigatie en wat breder elementaire weerkunde bij komt. En zo doen we allebei ons best om het iedereen naar de zin te maken. Voor ons, voor de veiligheid van de hele. Ja. Nou ja, dan heb je dat vaarbewijs, maar ik kom ook wel eens ergens waar je helemaal geen vaarbewijs nodig hebt. En dan kun je gewoon een bootje huren en dan kun je gewoon die gevaarlijke waal op, om het zomaar te noemen. Hoe zit dat? Wat vindt u daarvan? Nou, dat is omdat dat nog niet verplicht is in die lengte, maar tot 15 meter. En wat niet sneller kan als 20 kilometer, daar is nog een vrije ruimte in. Of je dat voor jezelf moet doen, dat moet je je afvragen. Het is nog vrij. Het zal misschien met de komende jaren, wanneer er meer ongelukken gebeuren, een verplichting gaan worden. Net als we een rijbewijs nodig hebben voor de auto. In 1905 kon je 2 keer rond de kerk rijden en toen had je een rijbewijs. En nu moet er eerst een groot boek voor openslaan en doorgeworsteld hebben, wil je dus achter het stuur kunnen kruipen. Nou, dat zal natuurlijk in de komende periode, wanneer het dermate druk is en wordt, en dat ook zal verplichten. Ja. Maar dat is nog niet, dus daar is nog ruimte. Ja. Maar voor je eigen veiligheid, en je leest het jaarlijks in de krant, ongelukken die gebeuren, alleen door nalatigheid of onwetendheid. En daar is deze cursus voor. Deze cursus, als mensen willen bellen, heeft u een telefoonnummer? Daar heb ik een telefoonnummer van. Ja hoor, nou en of. Want ik heb zelf een telefoon met 026 325 69 en 36.
Ze kunnen u bellen voor de cursus? Ze kunnen mij bellen. Ze kunnen ook een aanmeldingsformulier hier halen aan de WARP bij de Q. En woensdag en de donderdag zijn meestal geschikte avonden om les te geven. En ze kunnen zich altijd melden. Ja. Overigens sta ik ook nog in het telefoonboek als enigste van Hans van der Haspel. Dus dat is makkelijk over te slaan. Nou, hartstikke mooi. Maar gaat u met de cursussen ook nog het water op? Nou, daar is een vraag naar gesteld. En dat is geen verplichting. Ook de Koninklijke en ANWB is daar ook geen verplichting. Ook zelfs voor het Rijk is daar geen verplichting in. Maar wij zijn voornemens, en ik heb daar een schip toevallig kunnen bemachtigen, om dat volgend jaar, want dit jaar red ik dat niet meer, om dat volgend jaar toch bepaalde vaarweekenden te doen, waarin men zelf leert te navigeren, aanleggen en dergelijke rond het IJsselmeer. Dat is mijn plan. Het is nog niet klaar, dat gaat toch een aardige winter nog tegemoet om hem in orde te maken, maar dat zijn de plannen om verder te bouwen. Nou, dan komen er om 8 uur straks de cursisten hier binnen. Ja. Dan zie ik een maquette hier liggen. Hoe gaat het precies in zijn werk? Kunt u een klein beetje erover vertellen? Ja, ik heb wat vaarwegen uitgezet waarop de mogelijkheid is waar, zoals de gevaren wordt, zoals je een beeld krijgt. Je ziet daar zo dat daar de stroom vandaan komt. We hebben er net over gehad dat eigenlijk het water waar wij in een delta wonen, dat uit Zwitserland komt, via de Rijn. En verplaatst zich naar de Noordzee en naar de IJsselmeer via de IJssel. En dat komt de stroom vandaan. Dus je ziet dan aan de rode kant, die rode nopjes daar, dat zijn de rode boeien. Dat is de rechteroever. De groene spitsen, dat is de linkeroever. En daarin gebeurt eigenlijk het nautische wezen. Daartussen moet je gewoon blijven met je boot. Dat geeft de betekenis dat het betond is. Met andere woorden, het is beschermd. Want wat ik net zei, we leven in een delta en er kan natuurlijk een poel water komen uit Zwitserland, dus dat de zijrivieren ook veel water geeft ten opzichte van de regen en het smeltwater van de jonkvrouw. Dan krijgen we hier, dan lopen zelfs de kribben hieronder en wanneer je dus hier op de pleibrug gaat staan, dan kan je precies alle paaltjes met aanduidingen en betonning zien dat dat de veilige vaarweg is en de rest een vaarwater. En een vaarwater is van oever tot oever. Nou, hartstikke mooi. Bedankt voor het interview. Ik vond het heel interessant. En heel veel succes. Dankjewel.